Deze boomkwekerij heeft een assortiment van wel 75 verschillende soorten bomen. Hoe gaat het proces van stek tot boom? We zijn hier in Moergestel, boomkwekerij J. van Roessel. We zijn een familiebedrijf en wij produceren spillen en jonge laanbomen door middel van eigen wortel. En wij hebben hier een heel groot assortiment aan bomen staan. We hebben denk ik ruim 75 verschillende soorten bomen. Denk je aan berkenbomen, aan eikenbomen, aan perenbomen, allerlei soorten en variëteiten. Jaarlijks produceren wij hier ruim 60.000 bomen en ze staan hier gemiddeld 2 tot 3 jaar. We werken hier aan de hand van een zomerstek. Dat is eigenlijk een jonge scheut van een jonge boom, een verse scheut. In de zomermaanden knippen wij die af. Vervolgens gaat die stek in de kas, wordt die daar als stek geknipt en vervolgens krijgt hij daar wortel. De kas is opgedeeld in 2 ruimtes. Je hebt de nevelkas en de afwachtruimte. De stekken worden vervolgens geknipt, worden weggestoken in de nevelkas. Dat is eigenlijk een ruimte die heel hoge luchtvochtigheid is, heel hoge temperatuur heeft. Vervolgens krijgen daar de stekken een eigen wortel. Op het moment dat ze eigen wortel hebben, dan gaan ze naar de ruimte erlangs. En dat is de afwachtruimte. Als ze daar geweest zijn, worden ze in de wintermaanden in de koelcel bewaard om te overwinteren. En vervolgens in het voorjaar, dus eind maart, begin april, worden de stekken uit de koeling gehaald en buiten in de volle grond uitgeplant. Duurzaamheid speelt bij ons een belangrijke rol. Bomen hebben mest nodig om te kunnen groeien. Wij gebruiken duurzame mest, dus dierlijke mest, groencomposten, bladbemesters. En al die factoren heb je nodig om een boom optimaal te laten groeien. Sinds dat ik het bedrijf overgenomen heb van mijn ouders is er enorm veel veranderd op het gebied van vooral mechanisatie. De mechanisatie staat niet stil, ook hier binnen dit bedrijf niet. Wij proberen zoveel mogelijk werkzaamheden te mechaniseren om de werkzaamheden enorm te verlichten. Mijn ambities voor de komende jaren is om dit familiebedrijf op een gezond mogelijke manier voor te zetten en op het gebied van mechanisatie zoveel mogelijk toe te kunnen passen.